Mijn moeder is Engelse. Vandaar misschien ook rugby en de Boy Scouts. Ja, mijn vader is ook Boy Scout geweest. Ik kwam uit goed voetballen, dus ik ging rugby. Nou, rugby is typisch zo'n sport waar je alle types en smaken nodig hebt. En ja, ik vind winnen in een teamconstructie toch leuker dan in mijn eentje of zo. Ik ben toen die Fashion Week gaan runnen. En het geheim van het succes van de Amsterdam Fashion Week is juist dat er een hele goede balans was tussen commercieel, cultureel, publiek en privaat. Dat er echt creatieve mensen waren, echt commerciële mensen, maar ook cultuurinhoudelijke mensen. Dat die allemaal bij elkaar kwamen. En de media, en de modellenbureaus, en de ontwerpers, en de academies, en de beleidsmakers. Die troffen elkaar op de Fashion Week. Dus het was een gemeenschappelijk terrein. Dus we hebben een brug gebouwd daar. Kijk, jong talent en starting labels, die hebben niet voldoende middelen om het in een eentje te rooien. Dus dat betekent dat je bijvoorbeeld de infrastructuur uit gemeenschappelijke middelen moet financieren. Zodat jong talent de kans krijgt om te groeien. Of zodat interessante verhalen verteld kunnen worden, interessanter dan supercommerciële merken. Ik hou ervan om te werken aan dingen die ik principieel de moeite waard vind. Die ik een verbetering vind van hoe de dingen ervoor staan. En die in zich een kans benutten. Kans die we missen, die gemist wordt nu, dat er nu een hele generatie opgroeit die niet weet wat die kan worden, die geen kansen voor zichzelf ziet, die niet naar school gaat en denkt, ja, het maakt toch geen verschil. Inmiddels is het concept House of Denim zo sterk geworden, Amsterdam, met die enorme jeans-industrie die we hier hebben, niet zozeer maken, maar ontwerpen en verkopen, hebben we het over 3,5 à 4 miljard euro per jaar, dat is fenomenaal groot. Zijn er kansen om die business te versterken en dus nog meer toonaangevende partijen naar Amsterdam te trekken? Hoe zorgen dat iedereen naar Amsterdam komt door de beste mensen hier te hebben? Mijn naam is James Veenhoef, initiatiefnemer van House of Denim. Bruggenbouwer, koekjesliefhebber, vader. Ze hebben ze wel een beetje te pakken volgens mij.